Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Official Bunjaski. We zitten hier met niemand minder dan Stefan de Skyscraper Stroeve. Een man van 2,13 meter. Nou, met een spanwijdte van 2,15 meter. Heb ik dat goed? Ik hoor het eigenlijk alleen maar in inches. Oké. 84,5, 85. In centimeters weet ik het niet precies. Hoe is het? Ja, goed man. Goed. Ja? Je ziet er ook goed uit. Ja. Het is niet dat ik helemaal niks heb gedaan. Ik ben net ook verwezen rennen in het bos, dus ik ben gewoon fit. Oh, je bent gewoon nog aan het sporten? Ja, kijk, dat zit er gewoon in, weet je. Dus ik heb niet, ik heb ook voor de rest niet mijn sportschool of zo dat ik les moet geven. Weet je, ik geef als les bij Bob, maar Ik heb niet heel veel dingen dat ik echt per se moet doen. Dus als je dan toch zoveel tijd hebt, ja, dan kan je beter gewoon trainen. En ik merk dat het er gewoon wel heel erg in zit qua trainen nog, weet je. Dat je als ik dan ook trainen, wil ik echt als een topsporter trainen. Ja. Net ook, dan even 15 keer die berg opsprinten. Ja, dan gaan we wel gewoon even. Ik kan niet normaal trainen, zeg maar. Gewoon in je eentje? Ja, en mijn maatje kon niet, dus ik ben gewoon net even lekker, man. En, vlak na mijn wedstrijd ben ik hier in huis bezig geweest, heb ik genoeg te doen. De laatste weken heb ik even gewoon gerelaxed. Mm-hmm. Alleen ik werd heel erg gewoon rustig, dus ja. Ik had wel zoiets, oké, we moeten trainen even een beetje gaan opschroeven. Want, maar Stefan, kriebelt het nog of niet? Ja, tuurlijk. Je bent er nog niet heel lang uit. Je bent eigenlijk helemaal niet uit, nog vind ik. Want het is allemaal pas geleden dat je iets geroepen hebt in de ring. Hè? Maar volgens mij kriebelt het nog heel erg bij jou. Ja, tuurlijk. Weet je. Maar zoals ik het uitgelegd heb, dan snapt iedereen het ook wel natuurlijk. Weet je. En ik kwam gewoon even van een hele zware reeks wedstrijden. Voor deze wedstrijd die ik dan toch nog uiteindelijk wist te winnen na een hele stroeve start. Waar ik me ook echt heel erg overheen moest zetten, mentaal natuurlijk. Ja. Daarvoor verloor ik 3 wedstrijden achter elkaar. Dus dan zie je gewoon mentaal echt heel zwaar. Die wedstrijden worden alleen maar zwaarder. Dat weet je ook, weet je. Dat gaat niet, je schudt ze niet een feitje maal. Nee. En deze wedstrijd een hele goede voorbereiding gehad. En dan leg je binnen 3 seconden op je reet. Ik heb die wedstrijd live gezien. Ik denk, wat gebeurt er? Ja, man. Ja, wat gebeurt er? Ik gooide een voorwaartse trap. Of dat was de bedoeling, alleen ik gooide hem niet. Waardoor hij gewoon diep in kon stappen. Ja. En eigenlijk. Het doet me een beetje denken aan zoals jij Sam een keer met een linkerhoer raakte, weet je. Ja, als je hem niet ingooit, dan gooit hij hem wel in. Ja. Dus ja. En stukje van de wedstrijd kwijt en dan kom je langzaam weer bij je zinnen en dan wow, shit. Je hebt je daar wel heel goed doorheen gevochten. Ja, maar goed, weet je, dat zit er wel in bij mij. Dat heb ik altijd al gehad, dat is altijd al gelukt en gelukkig kon ik het wel omdraaien. Is dat iets wat in je hele leven al zit, als je een tegenslag hebt gehad, dat je er zelf weten uit te vechten? Jawel. Je komt er altijd gewoon bovenop, weet je. En soms heb je even hulp van anderen erbij nodig. Alleen heel veel wedstrijden heb ik het gewoon zo om kunnen weten te draaien. Mm-hmm. Liever niet natuurlijk, weet je. Ik had echt een goede voorbereiding en ik ging er echt vanuit dat ik die man ging slopen. En als je dan binnen 3 seconden op je reet zit, dan gaat het hele plan even overboord. En is het plan B. Stefan, hoe is het bij jou begonnen? Hoe ben jij in aanraking gekomen? Met überhaupt vechtsport? Via mijn broer. Bob die gaf toen nog les hiero in Beverwijk, 10 minuutjes hier vandaan. En mijn broer die begon een beetje met trainen en allemaal dvd'tjes mee van Pride en zo. En hij keek al kein en zo. Toen was jij echt helemaal de man met je vliegende knieën en zo. Dus dat, toen was ik 14 zo'n beetje. Dus dan dan ga je dat ook doen. Ja. Weet je? Dus kijken en toen mijn broer een keer meegenomen. Op mijn 14e en ik begon met zaktrainen en zo. Ik had toen nog een beugel, mocht niet meedoen met de free fight les nog, zoals het toen nog heette. Ja. En die jongens waren allemaal een stukje ouder en ik was nog wel een nieuw mannetje. Dus een beetje zaktrainen en dan langzaam beginnen met sparren en een beetje op de grond erbij. Daar is het een beetje begonnen. Ja, en vanuit daar ben jij doorgegaan om uiteindelijk een groot vechter te worden. Ja, toen. Om mijn 16 heb ik hier in Beverwijk mijn eerste wedstrijd gevochten en toen het jaar daarna is de sportschool van hier naar Wormen verhuisd en toen bleven er wat vechters hier hangen in Beverwijk, wedstrijdvechters en ik was eigenlijk doorgegaan. Ik was heel snel van amateur naar prof gegaan en toen Bob kreeg aanbiedingen voor wedstrijden in het buitenland die normaal gesproken naar die jongens gingen. En nu had hij niet echt iemand. Hmm. Dus toen had hij zoiets van, hij doet het wel gewoon heel goed. Ik heb wel iemand.
Ik heb ook wat, ja. Ik wil niet zeggen uit nood geboren, maar dat jij gekozen hebt voor het grondgevecht en niet voor het staande gevecht. Waardoor is dat gekomen? Ja, ik heb dat samen gedaan natuurlijk. Ik ben niet begonnen met kickboksen. En Bob is gewoon altijd een MMA-school geweest. Die heeft niet heel veel kickboksers gehad. Toen ik zeg maar begon, had hij een hele grote groep MMA-jongens. Die het gewoon goed deden. Dus daar kon ik me aan optrekken. Jongens waren fysiek allemaal sterker, waren een stuk verder. Dus ik moest het allemaal technisch gaan oplossen met hun. Ja. Vanaf mijn rug met triangles en armklemmen en dat soort dingen. Op die manier heb ik me ontwikkeld, zeg maar. En ja, het staande is dan de laatste jaren heel erg verbeterd. Zo is het een beetje gegaan bij mij. Want Bob heeft jou altijd begeleid. Mm-hmm. Wat betekent hij voor je? Ja, heel veel. We hebben een hele goede band. Ik heb daar leren vechten. Weet je, dat is het begin geweest. Bob is mijn... toen ik de UFC inkwam, ook de enigste coach geweest. Dus die heeft mij in zijn eentje gewoon echt helemaal naar de UFC toegebracht. En dan na een aantal wedstrijden, dan merk je gewoon van ja, het niveau is heel hoog. En het is ook een utopie om te denken dat je van één iemand alles kan leren. Vooral in MMA. Je moet kunnen worstelen, je moet het grondgedeelte kunnen doen, je moet staand kunnen doen. Bob kan van alles wat. En vooral het staande gedeelte heeft hij natuurlijk heel veel. Maar ja, Bob is geen worstelaar, Bob is geen grondvechter. Dus dan ga je een beetje mensen bijzoeken en zo. Maar Bob staat nog steeds in mijn hoek bij alle wedstrijden. Heeft geen een wedstrijd gemist eigenlijk voor mij. Dus ja, gewoon een hele goede band. Eigenlijk wel gewoon familie. Ja, want hij betekent meer voor jou dan alleen maar een trainer. Ja, tuurlijk. Nee, die band is gewoon heel sterk. En daarom staat het ook heel lekker in mijn hoek. Gewoon, weet je, wat er ook gebeurt, ik weet dat hij er is. Dus no matter what. Als we een donkere steeg lopen, dan weet ik dat ik gewoon iemand bij me heb op wie ik kan rekenen. Dus dat... Als we jouw vechtstijl mogen typeren, hoe zou jij jezelf beschrijven dan? Moeilijk man. Dat is ook heel erg geëvolueerd. En mama evolueert ook heel snel natuurlijk. Je moet echt alles kunnen. Ik ben wel iemand die altijd voor de kill wil gaan. Ik wil niet op beslissing winnen. Als ik een gaatje zie, dan probeer ik er wel het meeste van te maken. Zoals staanders op de grond. Een beetje zoals mijn laatste partij gewoon, weet je, er gebeurt heel veel. In mijn partij gebeurt er altijd heel veel. Ja. Dus dat... sneetje hier, sneetje daar. Ja, dat kan wel eens gebeuren. En ja, dat kan wel eens even, ja... Dat ik me even over een hele zware ronde heen moet zetten en het dan heen en weer om te keren. Ja, weet je, ik ben volgens mij ook degene met de meeste bonus in het zwaargewicht van de UFC. Dus knockout submissions, dat je daar ook nog even een extra plukje geld van meekrijgt. Ik ga altijd voor de kill gewoon. Ja, dus ja. Dat, Want... al die jaren in de UFC, ben jij, je bent zo'n beetje letterlijk de grootste vechter geweest daar. Als je terugkijkt naar jouw carrière, heb jij voor jouw gevoel alles eruit gehaald? Ja, dat is moeilijk, hè? Want ik was er altijd van overtuigd dat ik op een gegeven moment ook kampioen ging worden daar. Vooral omdat ik heel jong binnenkwam daar. Dus, ja. Ik had ook het gevoel dat jij... kampioen zou worden. Ja, weet je, en dan hebben mensen er ook wel over van hij heeft alles, hij heeft reach, hij is groot, hij is sterk, hij kan op de grond vechten, hij kan redelijk goed worstelen, hij kan staand vechten. Alleen ja, ik heb natuurlijk ook wel een klein dingetje met mijn hart, wat gewoon niet helemaal goed is. En op het allerhoogste niveau gaat het om procenten, weet je. En ja, hoeveel procent dit mij minder maakt als ik het niet had gehad. Dat is heel moeilijk te zeggen. Ja. Dus ja, heb ik er echt alles uitgehaald. Voor mij heb ik die wereldtitel van de UFC niet aan de muur hangen. Dus wat dat betreft niet. Maar ik weet wel dat ik gewoon echt alles eraan gedaan heb altijd. Ja. Dus. Doet het je pijn? Doet je pijn dat jij wat dat betreft jouw hart niet 100% heeft kunnen functioneren, waardoor jij misschien wel zo'n belt aan de muur had hangen? Ja, tuurlijk. Als je er op die manier over nadenkt, doet het wel pijn. Maar weet je, je moet ook reëel zijn. Het is wat het is. Dus ja, je kan jezelf op die manier heel erg gek maken. Mm-hmm. Of je accepteert gewoon dat dat niet gelukt is. En dat maar, je alsnog een hele mooie keer... Ja, ik heb alsnog gewoon sowieso... Als ik dus echt nu zou stoppen, dan heb ik gewoon sowieso een hele mooie carrière gehad. Er zijn weinig mensen die kunnen zeggen dat ze 22 keer in de UFC hebben gevochten, weet je. Ik kom daar binnen, toen was ik 21. Vooral voor iemand uit Nederland, weet je. En toen kreeg je meteen een flinke... Ja, Dos Santos, weet je. Ja. Ik heb ook tegen heel veel mensen gestaan die...
die een beetje enhanced waren. Die een beetje gesnoept hebben uit de koekjestrommel die eigenlijk niet mag. Weet je, dat weet ik ook. Ik heb zelf nooit wat gebruikt. Dus ja, ik heb er echt altijd alles aan gedaan. En dat is voor mij het belangrijkste. Als je gewoon echt keihard vecht en ja, je redt het uiteindelijk niet. Maar over je hart gesproken. Mm-hmm. Hoe staat het daarmee? Ja, in principe wel heel goed. Het werd in 2013 gevonden toen, dat ik een lekkere hartklep heb. Dat ik dus een hartklep heb die vergroeid is eigenlijk sinds mijn geboorte al. En omdat het nooit behandeld was, was die lekkage best wel hevig. Daardoor was mijn hartkamer groter geworden. En dat is met medicatie teruggebracht tot een niveau dat acceptabel is. Eigenlijk is het sindsdien heel stabiel, de ene keer iets beter en als ik dan echt zwaar getraind heb voor een wedstrijd, dan zie je wel dat het hart harder moet werken, maar dat is bij jou ook, weet je, ja. Ik heb een sporthart, dus ja, dat is simpel. Als ik niet op dat niveau zou vechten, dan zou het misschien een stuk minder zijn, maar misschien, dat weten we ook niet. Als ik nu stop, als ik echt beslis om te stoppen, dan kan het zijn dat het langer duurt voordat ik geopereerd moet worden, maar het hoeft niet. Ja, ja, zeg maar. Dus gisteren, een beetje wat we net zeiden met jouw oog. Ja. Weet je, ja, als dokters tegen jou zeggen van je mag nooit meer vechten met je oog en jij wil die KM winnen. Ja. Ja, wat gaan we doen? Nee, we gaan door. Ja, we precies. Gaan voorlopig door. Maar goed, ja, je oog is toch ook iets engs en je hart heb je ook nodig. Ja. Dus ja, weet je. Nee, ik denk dat ik zo'n beetje dezelfde beslissing heb gemaakt als jij toen destijds, weet je, want ik had eigenlijk moeten stoppen. Iedere andere persoon had gestopt. Mm-hmm. En alleen er is een klein groepje mensen, en ik denk dat wij daar een beetje bij horen, die denken van nee, er is een passie, er is een weg die je wil volgen, of het nou die berg is die je wil beklimmen, en je weet dat je daarboven dood kan gaan op de Mount Everest, maar nou, je gaat toch. En dat gevoel had ik ook, ik had blind kunnen worden. Maar ik wil toch die titel hebben. En dat is mijn doel, mijn droom geweest. En ik denk dat het ook een beetje voor jou is geweest. Maar jij hebt toen, en ik weet nog dat ik in een uitzending zat bij Time to Fight. En toen deed ik de commentaar, zeg maar, of de analyses met Germaine. En toen pakte jij de microfoon. Mm-hmm. En zei jij van, ik stop ermee. Mm-hmm. Dat was voor mij een beetje... toen jij het zei, ik kreeg wel een brok in mijn keel. Mm-hmm. Ja, maar gewoon, jij weet ook hoe je voelt na zo'n wedstrijd. Ja. En je krijgt heel veel emoties op je af met zo'n wedstrijd altijd. En vooral als je een hoop op je bord hebt gehad, dan kan het nog een stuk emotioneler worden. En eigenlijk moet je dat allemaal heel makkelijk uit kunnen schakelen. En dat op een gegeven moment in je carrière doe je dat lachend, weet je. Mm-hmm. En als je dan drie keer achter elkaar verliest en dan nog echt deze wedstrijd uit weet te persen, weet je. En met alles wat je... in je hebt, gewoon vooral mentaal, weet je? Want fysiek was ik niet eens moe na die eerste ronde. Ik keek naar hem, hij was kapot, weet je. Hij had alles gegeven om het te finishen. Maar mentaal kostte het gewoon echt zoveel kracht. En ja, je krijgt er dan sowieso zoveel bij. En kan ik dit nog? Waarom doe ik dit nog? Weet je, wat is een kutsport, weet je. Al die dingen. En ja, dan, ik heb er wel vaak over nagedacht, weet je. Dus op dat moment was het pijp gewoon echt helemaal leeg. Dus dat, maar is hij nog steeds leeg? Want je had je uitspraak gedaan. En toen kreeg ik het gevoel van... hij zegt het nu wel. Maar volgens mij is hij nog niet helemaal klaar ermee. Ja, ik zei ook wel hoogstwaarschijnlijk, weet je. Dat...